het is 7:30. Ik wil deze hoorzitting openen en heet u allen van harte welkom, aanwezige raadsleden, aanwezige collegelid, u ook op de tribune en ook als u mee luistert, allemaal van harte welkom. Vanavond is de hoorzitting waarop een ieder kan inspreken, het horen door de raad van insprekers met betrekking tot de kadernota. En in de kadernota staan de plannen voor het volgend jaar 2020 ter voorbereiding op de begroting 2020. Vooraf is het de gewoonte om u aan te melden en de heer Klinkhamer heeft zich aangemeld. U kent de procedure. Welkom meneer Klinkhamer. U zult inspreken namens het Veemuseum, heb ik begrepen. En u krijgt 5 minuten de tijd en na uw inspraak dan kunnen er als er vragen zijn die aan u worden gesteld. Aan u het woord. En kijk. Ja. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank raadsleden dat u de tijd genomen hebt en de moeite om toch aanwezig te zijn. Het is voor ons als Veemuseum uitermate belangrijk. Maar dat geeft ook aan dat wij met een groot gedeelte van ons bestuur hier zijn. Ik zal mijn bijdrage doen en ik hoop dat u nadien wellicht vragen aan ons heeft, want daar zijn we hier voor. Wellicht ook nadien aan collega-bestuursleden. Geachte raadsleden, op 11 april jongsleden sturen wij het college een brief met nagenoeg dezelfde strekking als deze inbreng. Op uitnodiging van de ambtelijke organisatie werd ons op 22 mei namelijk medegedeeld dat er geen medewerking kwam op ons verzoek om verder in gesprek te gaan en vandaar deze bijdrage aan deze hoorzitting op de kadernota 2020. Als bestuur willen wij onze zorg met u delen omtrent de openstelling van het Veemuseum voor het komende museumjaar. Wij hebben als bestuur en als vrijwilligers jarenlang ons best gedaan om het Veemuseum op de kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in structureel 12.000 bezoekers per jaar, een half jaar tijd. We zijn maar een half jaar open. De andere helft zijn we gesloten omdat het te nat is op het terrein. En wij onderhoud moeten plegen. Dus we hebben 12.000 bezoekers in een half jaar tijd. Daarmee zijn wij volgens ons de grootste toeristische trekker van Twenterand. En zelfs omgeving, horen we. De uitbreiding van onze expositieruimte naar een volwaardig toiletvoorziening, ook voor minder validen, en een keuken die is ingericht op dergelijk groot aantal bezoekers, was noodzakelijk. En een lang gekoesterde wens die wij dit afgelopen winter in vervulling hebben laten gaan. Dit alles hebben wij kunnen en realiseren met eigen middelen. Tijdens de verbouwing zijn we helaas geconfronteerd met de feiten dat het oudste gedeelte van de expositieruimte met een houten vloer in zo'n slechte staat is dat een noodreparatie aan de vloer nodig bleek. Dat bleek de zoveelste noodreparatie te zijn. We gaan ervan uit dat hierdoor de openstelling van ons museum dit jaar niet in gevaar zal komen. Wel hebben we helaas moeten constateren dat verder uitstel van een nieuwe vloer volgens de deskundigen die wij hebben geraadpleegd niet verantwoord zou zijn. Helaas hebben we de financiële middelen nu niet kunnen reserveren voor deze toch ingrijpende en onverwachte klus. Als we hem niet uitvoeren, zal dit verstrekkende gevolgen hebben. Als we de vloer en daarmee de expositieruimte niet onder handen nemen, zullen we voor het komende museumjaar in 2020 wellicht ons mooie museum met tussen de 60 en 80 vrijwilligers, hoofdzakelijk uit de gemeente Twenterand, moeten sluiten. Of vervroegd, en als het helemaal ernstig is, zullen we waarschijnlijk in 2020 niet open kunnen gaan. Omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen van onze vrijwilligers en de vele bezoekers die wij trekken. We hebben in de vooravond van Hemelvaartsdag, zoals u wellicht zou weten, levert Veemuseum met heel veel bezoekers, hebben we nog de laatste noodreparatie aan de vloer uit moeten voeren om aan te geven dat het dus wederom echt noodzakelijk was. Zoals mag worden verwacht van een goed bestuur, hebben wij reserves opgebouwd. En hebben wij beperkte, zodat wij uiteindelijk reserves hebben en beperkte financiële middelen om onvoorziene zaken te kunnen financieren. Wij zijn daarom
Wij zien daarom de mogelijkheden om de expositieruimte opnieuw in te richten met eigen middelen, als deze vloer is vervangen. Wat noodzakelijk is, omdat alles gesloopt zal moeten worden, want de wanden en schappen waar we nu presenteren, zullen daarmee automatisch verdwijnen. Die staan op de vloer. Helaas zal deze grote investering voor ons een stap te ver zijn om dit met eigen financiële middelen te kunnen doen. We hebben ze helaas niet kunnen reserveren, omdat we uiteindelijk altijd als bestuur gehad hebben, we sparen tot we het geld hebben en als we het geld hebben, gaan we stappen ondernemen. Dit is ons eigenlijk overkomen. Bijkomend vervelend voorval is, gisteren is de melding gekomen dat door de hevige storm en wind een remise, we hebben er 3 op ons terrein waar onze loks in staan, is ingestort, er is een boom gevallen. Dus onze onvoorziene kosten die gaan continu door. Er zijn grasmaaiers die stuk gaan, maar er zijn dus in dit geval dus ook helaas een remise die vervangen moet worden. En in onze remise staan onze loks en die zijn ons veel waard. Dat drijven we een heel groot gedeelte van ons museum op. Ik zal afronden. Tijdens het onderhoud dat wij op 22 mei werd ons medegedeeld dat er wel gelden zouden zijn voor dergelijke noodsituaties. Maar dat dit geld gelabeld zou zijn voor gemeentelijke gebouwen en musea, waardoor er geen bijdrage is te verwachten van de gemeente Twenterand. Inmiddels zijn er door ons diverse contacten aangesproken, maar komen we toch langzaam tot de conclusie dat het vervangen van de vloer en daarmee de openstelling van ons veemuseum te snel dichtbij zal gaan komen. Veel aanvragen vergen een lange looptijd en een hele lange doorlooptijd. Het bestuur van het Veemuseum wil langs deze weg u op de hoogte stellen en vragen om toch te kijken naar mogelijkheden om sluiting van het Veemuseum in het uiterste geval te voorkomen, door alsnog te zoeken naar middelen. Dank u wel. Dank u wel voor deze inspraak. Ik kijk de raadsleden rond of de vragen zijn. Ja, de heer Laman heeft de vragen nu en de heer Smeld ook. De heer Laman, aan u het woord. Nu wel, dank u. Is het dit jaar nog niet in gevaar dan? Kunt u dit jaar nog wel open? Is het wel verantwoord dat u dit jaar nog open bent? Of is het zo slecht dat u zegt, ja, we moeten eigenlijk onmiddellijk sluiten en een nieuwe vloer erin? En wat verwacht u? Hoe groot zijn de kosten? Misschien heeft u ze gezegd, maar ik heb ze, dan zijn ze mee ontgaan. Heer Klinkhamer, aan u het woord. De openstelling voor dit jaar garanderen we voor zover wij weten dat de vloer veilig is. De noodreparaties worden uitgevoerd. We hebben heel veel mensen met kennis en kunde in onze vrijwilligersgroep. Dus ik voorzie dit jaar geen problemen voor wat betreft de openstelling. Maar mocht het morgen zo zijn dat er iets gebeurt waar we totaal geen invloed op hebben, dan moeten we sluiten. Maar voor nu, voor wat betreft 2019, zijn de reparaties doorgevoerd en voorzien we geen problemen. Wij hebben een begroting aangeleverd in de brief die we destijds gericht hadden aan het college. Die wil ik destijds ook delen als u daar behoefte aan heeft. De totale som die destijds is opgevoerd met het vervangen van de vloer en de totale expositieruimte die compleet opnieuw ingericht moet worden, want alles hangt vast aan de vloer, was een bedrag van 32.000 euro. We hebben gezegd, wij willen graag zelf ook een bijdrage leveren, maar dat is altijd de moraal van het museum geweest. Onze eigen broek ophouden. Dus we hebben gezegd, we willen gewoon zelf proberen om de expositieruimte weer in te richten. Dus als ik hem dan opknip, dan zal het ongeveer een vraag zijn van 15.000 euro. Weten, niet weten, en wat we nu weten, dat onze remise inmiddels dus ook stuk is. En daar zullen we ook gelden voor moeten reserveren. Onze penningmeester is bij ons, die heeft inzage in de gelden. We hebben het geld nu niet. Wat ik zonde vind is, normaal gesproken hebben we ook altijd de filosofie gehad, we willen ervoor sparen. Is ons niet gelukt omdat het een nood is waar we zijn gekomen. Maar doorsparen is geen optie omdat we de tijd niet hebben. Antwoord op uw vraag. 2019 is wat ons betreft niet in gevaar. En de eerste som die ons nu in het hoofd schiet is een bedrag van 15.000 euro. Die kunnen we trouwens onderbouwen met offertes. Dank u wel. Nou, ik denk dat het goed is om die brief erbij te doen, zodat de raad ook volledig geïnformeerd is. Ik kijk nog even links op daar. Ja, ik ga gewoon iedereen bij langs, hè? Dat komt helemaal goed. De heer Stolt, u had nog een vraag en dan ga ik naar de heer Smelt en dan naar de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Een prachtig museum, ik ben daar een paar keer geweest met mijn kleindochters. Heel mooi, laagdrempelig, treintje, mooie huisjes. Mijn vraag is, heeft het bestuur wel eens overwogen om ook intreegeld te nemen?
Want ik kan me voorstellen, een museum van deze meerwaarde, dat er ook op die manier inkomsten te halen vallen. De Klinkhamer, aan u het woord. Goeie vraag. We hebben dat afgewogen in het bestuur. Ik ben inmiddels zelf 12 jaar bestuurslid. We hebben ook elk jaar een peiling gehouden van wat zouden we dan moeten vragen. We hebben geen vrije toegang, maar we hebben een vrijwillige gift. Dus we vragen eigenlijk altijd een bijdrage. Het is aan de mensen zelf hoeveel dat is. We hebben tal van peilingen gedaan. En wij komen telkens tot de conclusie dat als we een vrije gift vragen, dat we daarmee meer gelden genereren dan 5 euro of 7 euro intrek. Er zijn mensen die soms 20 euro in de pot doen. Er zijn mensen die 5 euro in de pot doen. Maar in de mix hebben we met elkaar moeten concluderen dat een vrije gift uiteindelijk gewoon voor ons als museum het meest oplevert. Dus nadenken over intree geeft een belemmering. We willen een heel laagdrempelig museum zijn, nu geef ik aan, dat zijn we. We hebben geen gratis entree, maar een vrije gift. Dus afweging die hebben we afgewogen, maar tot nu toe echt tot de conclusie gekomen dat dit de beste optie is voor ons museum. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Smelt. Aan u het woord. Dank u wel. Nou, meneer Klinkhamer, fijn dat u eens een keer weer in ons midden bent. Laten we daar eens mee beginnen. En fijn dat we ook elkaar wat vragen kunnen stellen over een activiteit die u inderdaad al lang doet. En een prachtig museum overigens. Ook ben er regelmatig geweest en het is inderdaad cultureel ook goed voor je kinderen om daar eens doorheen te lopen. Dus in dat opzicht doen jullie goed werk. De schade die net genoemd werd, ik ga er toch min of meer van uit dat jullie daarvoor verzekerd zijn. En dat er een mogelijkheid voor is om dat op die manier te dekken. En de andere vraag gaat mij meer om de korte termijn waarin gelden nodig zijn en waar de tijd tekort is. Daar ging een deel van het betoog ook over. Of een bachel, een buitengewoon achtergestelde lening, een oplossing zou kunnen zijn voor de vraag die jullie gesteld hebben in de brief. Daar wil ik graag antwoord op hebben. De heer Klinkhamer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Antwoord op vraag 1 zijn we verzekerd? Nee. Het is iets waarbij je niet voor kunt verzekeren, blijkt nu. Het is ook geen achterstallig onderhoud, maar we plegen echt structureel onderhoud. We hebben heel veel mensen die erdoor kunnen. Het is echt iets wat aan het licht gekomen is toen de expositieruimte werd uitgebreid. En het gedeelte waarbij dus nu dan ook daadwerkelijk onder vloeren en in muren werd gekeken. En de aannemer zei van, dit komt niet goed. Dus wij zijn niet verzekerd. Die bedoelde ik niet. Jullie hebben een boom die op een remise is gevallen. Morgen vroeg gaan we met onze verzekeringsman het terrein op om te kijken of we dat kunnen dekken. Excuus. Daar hopen we voor verzekerd te zijn. Alleen is het nog niet helemaal zeker. En wat betreft een achtergestelde lening. Het principe van het VM-museum is altijd geweest dat wij geen leningen aangaan. Wij willen en hebben altijd de intentie gehad, we willen zelf onze broek ophouden. Wij zijn daar blijkbaar uniek in. Maar dat is nog steeds het standpunt van ons museum. Wij hebben een groot aantal bestuursleden en vrijwilligers. Maar wij zijn al hoofdelijk aansprakelijk voor veiligheid, tal van andere zaken. We voelen ons verantwoordelijk voor onze vrijwilligers. En wij willen als bestuur niet de financiële verplichting hebben ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk te zijn. Het is altijd een uitspraak geweest van ons museum en daar houden we nog steeds aan vast. Dank u wel. Dan kijk even rond. Nee, de heer Jonker en dan. Dank u wel voor uw inspraak. Veel vragen zijn ook al gesteld en beantwoord. Aanvulling daarop is, een lening hoeft natuurlijk geen schande te zijn. Want u hebt het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar als het zo gevaarlijk is en komen mensen te struikelen of ze zakken door de vloer, dan hebt u waarschijnlijk een groter probleem. Dus de vraag die de heer Smelt terecht gesteld heeft. Ik zou daar wel de mening van het bestuur over willen horen. En de voorzitter heeft ook al gevraagd of u de informatie wilt delen. En u hebt ook de fooi-import hebt u daar staan, dat heb ik ook wel eens gezien. Wat de financiële, het overzicht, hè, de positie, dat u die ons dan ook kunt aanreiken. Zodat we daar ook een goed oordeel over kunnen vellen. Dat is de vraag. Dat is de vraag of u dat wil doen. Ik kijk even naar de heer Klinkhamer of u die toezegging wil doen. Aan u het woord. Ja, ik zal beginnen met dichtgaan of niet. Wij staan op het standpunt,
Is het niet veilig, gaat de expositieruimte dicht. Sluit het museum. Het standpunt van het museum. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. Dus als de gevaarzetting te groot is voor vrijwilligers of onze bezoekers, gaan we dicht. Financieel overzicht kunnen we delen, maar wij delen jaarlijks onze begroting en onze activiteiten. Dus dat doen we netjes, dat doen we al uit mijn hoofd geloof ik 28 jaar. Dus, maar als u zegt, van, ik wil graag daar nogmaals een overzicht, dat zou in ambtelijk huis, in dit huis gevonden kunnen zijn. Maar als u zegt, ik wil het nogmaals toegedeeld hebben, dan zal ik mijn penningmeester aankijken en die knikt ja, dus dat kunnen we delen. En het is geen fooienpot. Het is, de bus is onze inkomstenbron. We hebben geen inkomsten, een keer een kop koffie en een plekje cake. Maar de pot die wordt gezien door een aantal mensen, zeggen, oh, ik doe er ook een paar euro in. Dat is onze reddingsboei om uiteindelijk te kunnen bestaan. Dank u wel, dan de heer Reusken, aan u het woord. Nee, uw microfoon is niet aan. Nu is die wel aan, ik hoor het ook. Ik gaf net al even dank voor de inspraak. Ik heb een tweetal vragen. Er is al wat net verteld over het genereren van inkomsten, dan wel gekeken naar andere manieren van financiering. Waarbij ik nog niet heel helder heb, is daarbij ook gedacht, behalve aan fondsen, waarvan ik ook weet dat aanspraken of verzoeken om fondsen vrij lang kan duren. Maar je hebt ook andere mogelijkheden. Ik denk aan sponsoring, ik denk aan crowdfunding. Je ziet wel vaker daar waar een probleem is op de korte termijn, dat er altijd partijen zijn die zeggen van, ik wil daar wel voor instaan of ik wil daar wel voor inspringen. Is dat al bekeken en onderzocht? Dat is vraag 1. En de zaken die we nu bespreken, voorzitter, die gaan vooral over de korte termijn, dit jaar en volgend jaar. Zover ik weet is het Veenmuseum ook betrokken bij een aantal ontwikkelingen die op de langere termijn spelen. En dan gaat het over het Natuurbelevingscentrum. En ik zou graag willen, als de inspreker daartoe bereid is, ook willen horen wat daar de stand van zaken is. Dank u wel. Ja, Klinkhamer, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Sponsoring hebben we over nagedacht. We hebben een prachtige expositieruimte kunnen uitbreiden. We zijn begonnen met het middelste gedeelte, toen een derde naar rechts en nu een derde naar links. Een derde naar links heeft geresulteerd in een volwaardige keuken wat past bij 12.000 bezoekers. Bij een aantal toiletvoorzieningen die daar ook bij passen, inclusief een invalidentoilet, hadden we ook niet goed voor elkaar. We hebben ook daadwerkelijk nagedacht van moeten we dus nu gaan vragen bij bedrijven van wat we daarmee zouden kunnen doen. Wij krijgen offertes die wij ook vanuit de bouwmensen die er gerelateerd zijn, die zijn wat ons betreft keurig. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar daar vertrouw ik maar op. Maar we hebben zo lang gedaan om te komen waar we nu zijn. We hebben schenkingen gekregen, we hebben bijdragers gekregen van bedrijven. Wij voelen ons min of meer... Het is voor ons nu een stap te ver om te zeggen, we willen nu nogmaals bij bedrijven aankloppen om te vragen van kunnen jullie ons wat geven. We hebben een nieuw plafonds gekregen, we hebben verlichting aangereikt gekregen. Dus op een gegeven moment heb je ook als bestuur zoiets van, durven we nog wel een keer weer wat te vragen. En dat is eigenlijk de sponsoring, crowdfunding zal de volgende stap zijn als deze stap in dit mooie huis niet zal gelukken. Laat duidelijk zijn, als bestuur van het Veenmuseum zal er alles aan doen om open te blijven. Alleen, als het niet anders is, dan gaan we daadwerkelijk sluiten. Dat is hopelijk een goed antwoord. Ja? En de tweede is, heb ik opgeschreven, is het Natuurbelevingscentrum. Ik ben zelf vanaf 2008 betrokken geweest bij het Natuurbelevingscentrum. Destijds een onderzoek in opdracht van deze gemeente. In 2010 was het rapport klaar. Toen bleek er geen geld te zijn, omdat de crisis intrad. Daar hadden we alle respect voor. Voor uit mijn hoofd 3 jaar geleden hebben wij het verzoek ingediend bij de gemeente. Vernatting in Veen is voor ons een probleem. Wij kunnen niet inschatten welke gevolgen dat heeft voor het Veenmuseum. Ik heb al gezegd, nu rijden we met treintjes rond. En ik hoop niet dat we straks met gondels rond hoeven. Want we hebben al uitermate nat gebied. En we moeten al een half jaar dicht. Wij hebben destijds een brief aangedragen aan het college om te zeggen van, is een natuurbelevingscentrum niet een volwaardige aanvulling voor de cultuurhistorie, om daar ook wat voor natuur te doen. Dat werd aanvankelijk goed ontvangen. Helaas, moet ik mededelen, zijn wij op het stadium gekomen, toevallig in hetzelfde onderhoud als de mededeling op 22 mei, dat de vloer niet werd gefinancierd, dat de gemeente niet voornemens is een karttrekkersrol te nemen in het natuurbelevingscentrum. En daarmee denk ik dat er een gemiste kans is, want inwoners van de gemeente Centraal krijgen wel natte voeten, maar krijgen er blijkbaar niet zo heel veel voor terug. En antwoord op uw vraag is,
leeft het natuurbelevingscentrum. Nou, we hebben waarschijnlijk een afrondende bijeenkomst met de gemeente, Staatsbosbeheer en het waterschap, waarbij we helaas zullen moeten gaan concluderen dat het natuurbelevingscentrum niet gegund is aan inwoners van de gemeente Twenterand en voor het Veemuseum ook geen aanvulling zou kunnen zijn. Er is een heel mooi witboek gemaakt, daar hebben we ook volop aan meegewerkt. We hebben meegedacht aan opties en aan kansen. Aanvankelijk hadden wij als Veemuseum gezegd, we herbouwen een klein schooltje. We hebben daar mooie ideeën over, die zouden door de week kunnen dienen als zijnde een onderdeel van ons museum. En die zouden dan desnoods in het weekend kunnen dienen als een natuurbelevingscentrum, maar dan richten we hem in als natuurbelevingscentrum. In de loop van de tijd, daar zijn we zelf bij geweest, is dat idee losgeweekt en hebben we nu over een solitair zichzelfstaand gebouw aan de andere kant van de Paterswal. Dat zijn hele megalomane plannen en blijkbaar een brug te ver. En helaas hebben wij moeten concluderen dat de gemeente zegt van nou dit was hem. En ik vrees dat een natuurbelevingscentrum geen toegevoegde waarde zal zijn. Ik denk wel dat dat een gemiste kans is. En ik hoop dat ik daar antwoord op gegeven heb. Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar de gaten. De heer Elsinga en dan de heer Stolt. Ik ga gewoon één keer een ronde doen en dan sluit ik deze hoorzitting af. De heer Elsinga, u het woord. Ja, dank u voorzitter. Er wordt eigenlijk niet ingegaan op de vraag van de heer Reusken over de fondsenwerving. Want er zijn natuurlijk wel degelijk mogelijkheden. Univ Oost, landschappen, Overijssel, natuur en landschappen, provincie Overijssel, de leader. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden, er zit ook heel veel geld. Is dat geprobeerd? En u zegt wel, ja, het centrum doet eigenlijk niks, hè, vrij vertaald. Dit jaar hebt u een subsidie van 5.014 gekregen voor instandhouding van het museum. Dus Twenteram doet wel wat. Is het waar dat je dan 3 jaar voor die tijd vooruitgesteld dat geld krijgt? Dan heb je 15.000 euro. Dat was het, voorzitter. Heer Klinkhamer, nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben natuurlijk niet stilgezeten. En wat ik ook in mijn bijdrage zeg, wij komen langzaam tot de conclusie dat het te snel gaat komen. Uitvoerig contact gaat met de cultuurmakelaar, meneer De Haas. Tal van dingen besproken. Een waslijst gekregen aan allerlei opties. En daar blijken heel veel dingen gewoon niet van toepassing te zijn. Op dit geval. Ik zal er even wat uitplikken. Pakken maximaal 1.000 euro voor een bepaald fonds. Stichting Houtmaart. Alleen gefocust op jeugd en in de regio Hengelo. Ik heb wat fondsen die SEC alleen gaan over de gemeente Almelo. Een bijdrage van het Edwina van Heek Fonds, waarbij het behoud van cultuur en natuurbeleving zou kunnen bijdragen. Maar wij vallen daarmee allemaal buiten de boot, want dit is niet gekoppeld aan het excess wat we nu hebben. Lieder zou een goede optie zijn, waarbij zelf de cultuurmakelaar zegt, dat is een heel erg lang lopend traject waarbij je waarschijnlijk 3-4 jaar dicht zou moeten. Dus ja, we hebben gekeken naar tal van opties. Wij staan er nog steeds voor open en zullen ook gaan kijken welke opties dan nog te bewandelen zijn. Alleen we worden ingehaald door de tijd, want wij zijn maar een half jaar open en we hebben ook maar een half jaar tijd om geld te genereren. En als wij dicht gaan in november en dan de vloer niet vervangen en langer dicht zouden moeten blijven, hebben we ook geen gelden om weer te kunnen aanzuiveren. En we gaan in oktober dicht en we willen in maart graag weer open. En in die periode zullen we ook graag die vloer willen vervangen. Lukt het niet, ja, dan blijven we in maart dicht. Dus het antwoord op uw vraag is, van, hebben u fondsen nagekeken? Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig, maar tot nu toe heb ik het gevoel dat dat hem niet gaat worden. En ik ben het met u eens, de gemeente Twenterand, ik bedoel het meer in de zin van het natuurbelevingscentrum, dat ons dat niet gegund was. Wij krijgen een bijdrage, een subsidie als Veemuseum, die zijn we ook bitter hard nodig om te kunnen komen tot de investeringen die we nodig zijn. En die gebruiken we als een soort ijzeren reserve. Die verantwoorden we ook keurig netjes in de stukken die we aanleveren. Dus daar zijn we blij mee. Maar voor nu is dat gewoon niet voldoende. En we hebben altijd het idee gehad, we willen sparen. En dat is vanuit vroeger uit, is dat een prima methodiek. Je spaart tot je het geld hebt en dan geef je het uit. Dat zouden we met fondsen ook kunnen doen. Of met de subsidie. Maar dan lopen we het gevaar ook andere dingen weer niet te kunnen doen. En die remise is een perfect voorbeeld. Het ding is compleet stuk. Het moet wel vervangen worden, maar daar staan 2 lokjes in. Dus ik ben het met u eens. De gemeente Twenterand draagt ons gelukkig een warm hart toe.
Maar ik hoop dat in deze nog eens een keer omgedacht kan worden van hoe kunnen we dit probleem nu oplossen. Want... Dank u wel. Een aanvullende vraag? Ja, heer Elsinga. Voorzitter, ik zei dat over die 5000 euro ruim. Dan heb je 15.000 euro, dan heb je voor 3 jaar heb je dan het geld. Dan heb je tijd gekocht, want dan kun je met die 15.000 euro kun je verder. En het loopt eigenlijk vast omdat jullie andere standpunten hebben. Dus dan moet je misschien de standpunt ook aanpassen om dat gewoon te zeggen, oké, dit is op dit moment de beste oplossing. En LEADER, dat is een traject van 22 weken, dat is geen jaren. En je moet niet insteken op de vloer, je moet iets doen met activiteiten, je moet er iets rondomheen doen, daarom krijg je geld. Dus ik zou daar toch naar kijken en ook over die 15.000 euro, 3 keer 5, om dat alvast te ontvangen. En ik weet niet of de raad, wat de raad daarvan vindt, daar moet ik maar over hebben. Maar... Meneer Klinkhamer, u het woord. Ja, ik wou zeggen. Dank voor de tip. Gaan we meenemen. Maar 5.000 euro naar voren toeschuiven en dan 3 jaar niks ontvangen is geen optie. Wij zijn die gelden continu gewoon nodig om in leven te blijven. Als ik het dan mag vertalen, dan als ik zie welke bijdrage wij krijgen in verhouding tot andere musea, dan denk ik dat de gemeente Zandrand voor 12.000 bezoekers en 5.000 euro uitermate veel geboden worden. En het andere standpunt is echt, wij gaan ook door met zoeken. Maar ik zie geen uitweg om nu te zeggen, we gaan gelden naar voren toe trekken en daarmee dit probleem oplossen. Het is ook een vraag aan uw huis. Kun je nou niet kijken of de gelden die gelabeld zijn voor gemeentelijke gebouwen, schuine-musea, niet eens een keer een jaar lang anders besteed kunnen worden door een ander labeltje erop te plakken? Dat is eigenlijk de vraag die we hier willen stellen. Oké, dank u wel. Daar zal de raad over nadenken. De heer Stolte, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben er een keer geweest en toen was er een bus met bezoekers uit het Westen die verbleven in Preston Palace. En mijn vraag is er in de vorm van arrangementen niet extra geld binnen te halen? De heer Klinkhamer. Dank u wel, voorzitter. Preston Palace is een perfect voorbeeld. Betaald vooraf bieden we arrangementen aan. Dat doen we met tal van bedrijven, instellingen. Grote groepen moeten ook van tevoren een vast bedrag betalen. Dus de arrangementen die verkopen we. We gaan geen pretpark worden. Dat willen we absoluut niet zijn. Dus we gaan geen ijsjes verkopen. Het moet wel passend blijven bij een kleinschalig buitenmuseum. En zoals bijvoorbeeld een Preston Palace of tal van andere bungalowparken in de buurt. Als ze komen met een grote groep, dan vragen we daar van tevoren een vast bedrag voor. Zodat wij uiteindelijk daar gewoon niet slechter van worden. Maar we denken nou over arrangementen. Maar dat doen we eigenlijk al jaren. Dank u wel. Ik kijk nog even naar mijn rechterkant. Niet. Dan dank u voor uw inbreng. En er wordt nog wat toegestuurd aan de raadsleden. Dank u wel. En dan sluit ik de hoorzitting. Voor de kadernota 2020. Dank u wel.